hit gehad. Ja. Wanneer was dat ongeveer? Dat is nu 2 jaar geleden. Dat is 2 jaar geleden. En een aantal tv-optredens die daaraan gekoppeld zaten, of niet? Ja. Hoe heette dat nummer? Love is the only way. Love is the only way. Nou, ben je 2 jaar verder. En als je nou terugkijkt op die afgelopen 2 jaar, klopte dat dan? Love is the only way. Klopte dat dan? Niet altijd. Maar meestal wel, ja. Het is wel de weg naar succes, geloof ik. Ja, de meeste liedjes gaan over liefde. Ja. Een typisch palingsound nummer, of niet? Of mag je dat zo niet zeggen? Vind je dat beledigend als ik dat zeg? Nee, palingsound? Helemaal niet. Daar ben ik juist trots op. Waarom? Omdat ik een echte Volendam ben en ik ben opgegroeid met die muziek. Ja. Wat is nou karakteristiek aan palingsound dan? Nou, een beetje de mandolines en lekker makkelijk in het gehoor liggend en niet zo moeilijk. Ja. En maar wel heel melodieus. Melodieus en toch weemoedig, zoals dat dan zo mooi heet. Met het liefst met een snikker in en wel gevoelig. En dat kan Tamara Tol ook, die snik. Ja. En dan moet het publiek een traan wegpinken straks als Tamara weggaat van het podium, of niet? Ja, maar ik zing natuurlijk ook lekkere dansnummers, want ik heb 2 danseressen bij me. En ze moeten ook lekker uit hun dak gaan. Ja, ja. Die 2 danseressen en de zaal straks. Hè? Je begint straks als tweede, of eigenlijk als eerste, hè? De eerste solo optreden. De tent is nog niet vol. Als ze er allemaal zijn, wordt het ongeveer 2000. Heb je vaak voor grote groepen opgetreden of niet? Of is dat echt een uitzondering, die 2000? Nee, ik heb in de Kuip gestaan met de bekerfinale. Dat was 50.000 mensen. Ja. En ik heb Ahoy gedaan voor het programma van Bold in the Beautiful. En dat waren er ook 8.000. Ja. En dat 3 keer dus. Dus je draait je hand voor het Helversweekend helemaal niet om? Nou, ik vind het altijd natuurlijk te gek. Ja. Ik vind het toch, doet me echt veel. Ja. Is elke optreden spannend? Ja. Ieder optreden. Maakt niet uit voor hoeveel mensen. Wat voelt Tamara Tol als ze onbescheiden mag zijn een kwartier voordat ze moet optreden? Oh, dan gaat er echt wel een adrenaline stroom door mijn bloed heen. Ja. Dan moet ik echt wel vaak naar de wc. Maar dat is normaal, want dat hebben de grootste artiesten nog. Ja. Je bent er helemaal klaar voor het eerste optreden, voor jou het eerste optreden hier op het Helbos Weekend. Ja. Ik wens je ontzettend veel succes. Dankjewel. De kop eraf straks en zie de zaal warm te krijgen bij de Volendam Music Night. Bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Tot ziens. Dag.